Wethouder Bas Brekermans, ik zie u met een bal in de hand staan. Wat is de bedoeling? Ja, ik heb deze bal kunnen vinden in het gemeentehuis. Ik zocht eigenlijk ook een sigaret. Want ik wilde deze twee items eens naast elkaar houden. Om te laten zien dat die eigenlijk niet zo goed bij elkaar passen. Maar die sigaret kon ik niet vinden in het gemeentehuis. En dat is een goed teken, want dat betekent dat er eigenlijk al minder gerookt wordt. En dat is eigenlijk ook het thema van het onderwerp waar het nu over gaat. Heeft roken een plaats bij sport? En wij denken eigenlijk van niet. Ik kreeg een vraag van de journalist. En die vroeg van wat vinden jullie ervan als er een verbod komt op roken bij sportwedstrijden? En daar hebben we even over nagedacht en eigenlijk sta ik daar wel heel erg achter. Sport en volksgezondheid zijn super belangrijk. En het hoort eigenlijk gewoon niet dat er op tribunes et cetera gerookt wordt of in kantines waar het al minder gebeurt. Dus ik zou als wethouder sportzaken samen met mijn collega Arna van Kempen zeker dat initiatief willen oppakken. Om samen met sportclubs ervoor te gaan zorgen dat roken geen plek meer heeft bij de sportwedstrijden. En wethouder, stel nou eens dat die voetbal een sigaret was. Wat zou je dan mee doen? Ik denk dat het wel heel simpel is. Dan doen we gewoon zo. Hop, bam.